Bij visvijver de Driepoel in Geleen is deze week een dode gans aangetroffen. Het lijkt erop dat het dier door ernstige mishandeling om het leven is gekomen. De voorbije weken zijn er in hetzelfde gebied meerdere malen dieren moedwillig beschadigd. De dierenpolitie start nu een onderzoek naar de mishandelingen. Ja, we hebben hier onder vreemde omstandigheden weer een gans aangetroffen. En op deze locatie vertoeft een koppeltje ganzen waarvan er nu één dood is aangetroffen door ons. En is er iets bekend over de doodsoorzaak? Nee, daar gaan we nog onderzoek naar verrichten. Zo dadelijk ga ik met de gans naar de dierenarts om duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak. Inmiddels is sectie verricht op de gans. Wat is daar bekend geworden? Nou, de dierenarts heeft de gans onderzocht. Hoogstwaarschijnlijk is de gans om het leven gekomen doordat de nek gebroken is. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat waarschijnlijk de gans op donderdag om het leven is gebracht en begraven is bij de Driepoel in Geleen. En bij deze wil ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om te kijken of er getuigen zijn of die zich willen melden. Heel graag.